Mijn schrijven. Als ik geweten had dat het een product van Unilever was, had ik het niet gekocht. Zal anderen daarop attenderen. Vriendelijke groetjes. Prettige dag verder. Louis. De reactie daarop. Beste Louis. Bedankt voor uw bericht. Wat vervelend om te lezen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze producten omdat ze onder Unilever vallen. Kunt u aangeven wat uw reden hiervoor is? Unilever is een van de grootste voedselbedrijven ter wereld en voert inmiddels 700 artikelen met het vegetarische product Kenmerk. Het internationale netwerk van Unilever in 190 landen brengt onze missie in een enorme stroomversnelling. Met deze samenwerking versnellen we onze eigen ambities richting meer plantaardig eten, waarin genoeg ruimte is voor die eigenzinnigheid en innovaties die de vegetarische slager kenmerkt. We kijken uit naar uw reactie. Met vriendelijke groet. Femke van Leest. Daarop weer mijn reactie. Het antwoord hierop staat al voor een deel in uw reactie. Unilever is een van de grootste voedselbedrijven ter wereld. Unilever annual net inkomen. 2019, $63.000.000.000. Wat is desallergie of allergiepen? Als dergief executive officer and executive director of Unilever PLC, de totaal compensatie of allergiepen at Unilever is $4.894.000. Om te zien welke producten nog meer, ethicalconsumer.organisatie/companyprofielen/Unilever. Dat was een twelsen beetje. PS. En hopelijk snapt u mijn punt. Nog een klein voorbeeld. In India, Nepal gebruiken de arme mensen, die al niet rijk zijn, toch hun haren met shampoo willen wassen, een heel klein zakje shampoo in onafbreekbaar plastic. Femke weer aan het woord. Beste Louis. Bedankt voor uw reactie. De kern en missie van de vegetarische slager blijven intact en we zijn erg blij dat we van de slagkracht en schaal van Unilever gebruik kunnen maken om van de vegetarische slager de grootste slager ter wereld te maken. Met deze samenwerking kunnen we onze missie wereldwijd laten groeien en versnellen we onze ambities richting meer plantaardig eten, waarin genoeg ruimte is voor die eigenzinnigheid en principes of ethische waarden die je kent van de vegetarische slager. Vegetarische slager Jaap blijft bovendien nauw betrokken bij het bedrijf in de rol van adviseur. Unilever wil het plantaardige deel van haar portfolio verder uitbreiden, en dat vinden we geweldig nieuws. Wij willen ons duurzame karakter behouden en verder uitbouwen. Ook Unilever heeft veelvuldig aangegeven te staan voor duurzame ontwikkeling en daar hebben we alle vertrouwen in. Ik hoop dat u hieruit kunt halen waarom we deze stap hebben genomen. Laat het vooral weten als u nog vragen heeft. Met vriendelijke groet. Femke van Leest.